Het hoort aan de gouverneur als het is. Goedenavond, beste luisteraars en beste aspirant Leo's. En dat is niet, dat is heel zelden, dat is misschien de allereerste keer en dan de laatste keer dat ik dat kan doen, om aspirant Leo's te verwelkomen op een Leo's-programma. Dus van harte welkom. En als ik naar uw uiteenzetting luister, naar uw activiteiten en uw sociale doelen, dan zijt je zeker goed bezig. En ik ben ervan overtuigd dat je een positief antwoord gaat krijgen, dus van de club. Nu, ik wil u in de eerste plaats, beste vrienden, een woordje uitleg geven over mijn fanion. Je weet, het is de gewoonte en de traditie, iedere gouverneur maakt een fanion. Maar ik wil u dat uitleggen, dus wat daar juist op staat en waarom dat daarop staat. Dus mijn fanion ziet er zo uit, ik heb hem dus op een groot stuk karton gebracht. Mijn grote vriend Nicola heeft daarvoor gezorgd. Dus wat staat daarop? Daar staat dus een foto op van een opkomende zon. Ja, een dageraad. Dus de zon die opkomt boven de zee. En waarom staat die zon erop? Die zon staat erop omdat iedere dag ons nieuwe kansen geeft. Ons nieuwe mogelijkheden schenkt en nieuwe opportuniteiten biedt. Waar we dus iets van maken of iets niet van maken. Vandaar dus die symboliek van die opkomende zon. Met daaronder dus mijn jaarthema. En mijn jaarthema luidt: niets duurt voort behalve verandering. En dat is niet van mij. Dat is dus zeer oud. Degenen onder u die Latijn-Griekse gedaan hebben, die weten dat een uitspraak geweest is van Heraclitus. Heraclitus, zo lang geleden. Die dus 500 jaar voor Christus leefde, dus de Griekse filosoof. En die heeft dus gezegd: alles stroomt, alles is voortdurend in beweging. Pantarei, het water stroomt. En als dus doorheen eenzelfde rivier kan ik maar één keer stappen door hetzelfde water. Want als ik er de tweede keer doorheen loop, is het al ander water. Dus niets duurt voort behalve verandering, omdat ik ervan overtuigd ben dat we dus, als we willen overleven morgen en overmorgen, dat we dus een aantal dingen zullen moeten veranderen, of we nu willen of niet. Want er zijn rondom ons heel veel dingen die steeds veranderen. Vandaar dus dat thema. En om dus aan veranderingen te werken, hoe kunnen we dat doen? Door creatief en innovatief te zijn. Hè, dat staat er als onderlijn op. En hoe gaan we dat doen? Met wie gaan we dat doen? We gaan dat doen dus met onze club. Dus hier op mijn fanion staat de fanion van mijn club, de Sint-Joris Swingen. Maar die staat erop als symbool voor alle Lionsclubs van ons district, voor de 71 clubs. Omdat het tenslotte die Lionsclubs zijn, en alleen die Lionsclubs, die dus zullen maken dat wij vooruit zullen gaan of achteruit zullen gaan. Het zijn de Lionsclubs die de sterkte maken van onze werking. En dan onderaan staat We Surf, maar We Surf staat niet alleen. Daar staat onder sinds 1917. Dat moeten we meedelen, dat moeten we verkondigen aan iedereen, dat we al 100 jaar lang dus service verlenen aan onze medemens die het van doen heeft. Nu, daar staat ook nog op een kraanvogel. En die kraanvogel, dat is het symbool van onze Japanse president Yitzhuro Yamada. Die heeft dus de kraanvogel gekozen omdat de kraanvogel speciale kwaliteiten heeft. Dat is dus de vogel die over het Himalaya-gebergte vliegt, die dus door zijn inzet, door zijn doorzettingsvermogen, door zijn manier van vliegen, hè, want de ene vogel zet de andere uit de lucht, die 8000 meter hoog dus kan gaan vliegen om naar zijn broedplaats te gaan. En dus Yamada zegt, dus wij Lions hebben ook dus die inzet en dat doorzettingsvermogen om naar ons doel te gaan. Maar het is niet alleen een kraanvogel, het is een origami kraanvogel.
En een origami kraanvogel is een met de hand papier gevouwen vogel. Dus dat wordt in Japan, dat is dus Japanse kunst. Iedere kind, iedere vrouw in Japan doet dat. En dat staat symbool dus voor een lang leven, voor vrede. Vooral na Hiroshima is dat een symbool geworden in Japan. Dus dat wou ik u vertellen over mijn Fanyan, dat u toch weet wat, dat, wat de betekenis daarvan is. En omdat, ik sprak u daarnet over dus mijn thema, niets duurt voor behalve verandering. Veranderen betekent, beste vrienden, niet alleen ons aanpassen aan de steeds veranderende wereld waarin wij leven iedere dag, maar ook onze organisatie steeds aanpassen aan de noden en aan de verwachtingen van onze leden. En ons beleid hierop focussen is de uitdaging die we moeten durven aangaan om ook in de toekomst onze doelstellingen te verwezenlijken. En ik wou u even meenemen in de geschiedenis, om u aan te tonen hoe snel alles veranderd is. In het begin niet zozeer, maar op het einde, de tijden waarin we nu leven, ons verandert alles op een ongelooflijke manier. Zoals u allemaal weet, is de mens geëvolueerd van het stenen tijdperk naar het hedendaagse internettijdperk. Het heeft 120.000 jaar geduurd eer het schrift werd uitgevonden. Een heel lange periode. 2500 jaar later komen de Griekse filosofen tot het inzicht dat de ons omringende werkelijkheid met de reden, dus met het verstand, kan begrepen worden. Dus dan zitten we in de periode van de grote oude filosofen. En nog eens 2200 jaar later wordt de differentiaal- en de integraalrekening uitgevonden. Dus de tak van de wiskunde die de fysica, waardoor de fysica zich kon ontplooien. We zijn dan einde 17e, begin 18e eeuw, met Newton en met Leibniz. En vanaf dan gaat het nog allemaal veel vlugger. 200 jaar dan zijn er nodig om de positieve wetenschappen, dus de wetenschap die gebaseerd is op feiten, op waarnemingen en op metingen, tot ongekende hoogte te laten opklimmen. In 1900, dat is niet lang geleden, hè, dat is een goede 100 jaar, denkt men dat alles verklaard is. Men is ervan overtuigd, alles is nu uitgelegd, we hebben voor alles een uitleg. Daar kan niks meer, daar is niks meer dat we niet kunnen verklaren. Maar, minder dan 40 jaar later, dus nog voor de Tweede Wereldoorlog, hebben de relativiteitstheorie van Einstein en de kwantummechanica alles wat in 1900 verklaard was, gewoon omvergeworpen. En 5 jaar later slechts, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, begint het nucleaire tijdperk. Na de Tweede Wereldoorlog dan ontwikkelen zich tegelijkertijd 2 merkwaardige technologieën. Elektronica en informatica. Met spectaculaire gevolgen. De technologie is zodanig vooruitgegaan dat zij bekwamer is dan de mens. Zeker in de sturing van de processen die de mens wil realiseren. Wat ik wil zeggen is dat de hedendaagse mens zich alleen maar kan verwonderen over de verandering sedert het stenen tijdperk. En vooral over de verandering van de snelheid van de verandering. Niets duurt dus voort behalve verandering. En Stephen Hawking, dus de beroemde Engelse fysicus in zijn rolstoel, wij kennen hem allemaal, zegt vandaag: intelligence is the ability to adapt to change. Dus in feite zegt hij hetzelfde dan Heraclitus. We leven nu in deze tijd. En we hebben opnieuw een grote geleerde die die uitspraak enigszins nuanceert. Dan is de grote vraag, mijn beste vrienden. Hoe gaan wij ons aanpassen? Hoe gaan wij ons aanpassen aan die steeds veranderende wereld waarin wij leven? Hebt u een idee hoe groot de wereldbevolking was in 1900? 2 miljard. Bijna, 1,5 miljard. Huh? In 2000. Hoeveel? 6,5 miljard. Vandaag zijn we met 7 miljard. En de prognoses van de Verenigde Naties voor 2050 zijn 10 miljard mensen op deze aardkloot. Dus dat is ongelooflijk. Als u nagaat dat dus op 150 jaar tijd de bevolking zal exploderen van 1,5 miljard naar 10 miljard. Dus waarom vertel ik u dat allemaal? Om u bewust te maken van de veranderingen waarmee wij te maken hebben.
En onze aandacht moet daar naartoe gaan. En ik heb een aantal aandachtspunten op weg naar verandering op papier gezet en ik wil die met u, ik wil u die meedelen. Het idee is, hoe kunnen wij, of hoe zullen wij onze organisatie aanpassen om onze rol van Lion, om onze rol te blijven spelen? Dat zijn een paar ideeën. Waar staan wij en waar willen wij naartoe? Ik heb daarnet de voorzitter horen spreken over Club Excellence Process. Dus bravo. Dus u bent doorheen dat proces gegaan en u hebt zich een aantal vragen gesteld. En u gaat zich nog een aantal vragen stellen. En ik denk dat dat het begin is op weg naar verandering. Gebeurt er regelmatig in de club een evaluatie van de clubactiviteiten en van de serviceactiviteiten, dus van de sociale projecten? Hebben wij daarvoor een plan? Soms wel en soms niet. Denken wij steeds aan de kwaliteit die wij willen bieden? En houdt steeds voor ogen dat het alleen de kwaliteit is die de sterkte van het Lionisme zal bepalen. En ook de kwaliteit die onze leden dus in dat Lionisme steken. Een andere vraag is, waarom verlaten sommige leden hun club? Waarom? Als dat gebeurt in een aantal clubs, ik denk dat we ons dan als goede leider moeten de vraag stellen, waarom gaan die weg? Vaak is dat omdat ze zich niet betrokken voelen. Vaak is dat omdat zij worden niet betrokken onmiddellijk bij de activiteiten, bij de projecten die er leven. Ik denk dat dat punten zijn waar we dus voortdurend aandacht zouden moeten voor hebben. Hoe worden nieuwe leden opgevangen? U bent een sterke club. Is niet zozeer van toepassing voor u, maar ik zeg het u toch dat... Omdat sommige van onze clubs zijn in dat geval die verliezen leden. En in het algemeen gaan we dus achteruit met ons ledenaantal. Zoals Guy die weet dat, Thierry weet dat ook, als hij zonenvoorzitter was, dus we volgen dat zeer goed op. Wij gaan dus sinds een paar jaar steeds gestaag naar beneden. En ons probleem is, in ons district, maar ook in de drie andere districten in België, en in Europa, spijtig genoeg, dat is een Europees probleem. Wij zitten dus met een probleem in de leeftijdspyramide. Als we kijken, dus we hebben heel veel 70, 80-jarigen, die dus Lion geworden zijn 30, 40 jaar geleden. En hebben we dus in verhouding met die 70, 80-jarigen, hebben we te weinig 30, 40-jarigen. Dus, ja, u ziet wat er gebeurt. Dus die ouderen die verdwijnen stilletjes aan, dat is de natuurwet. En we hebben te weinig instroom langs onder. Dus daar moeten we aan denken. Als we dus nieuwe leden hebben, moeten we zorgen dat we die goed opvangen, dat we die goed coachen, dat we die goed mentoren en dat vooral dat die zich goed voelen in de club. Hoe motiveren wij dertigers? We hebben nu, of zelfs jongeren, dus we hebben nu een hele hoop jonge mensen aan tafel zitten. Hoe gaan we die blijven motiveren? Hoe gaan die zich als Leo voelen? En hoe gaat de club dus die jonge mensen verder dus begeleiden? In hun leeuw zijn. Hoe motiveren wij veertigers? Want we krijgen vaak dertigers en veertigers. Wat we ook vaststellen, mensen komen en mensen gaan snel weg. Dus we hebben belang van goede activiteiten te bieden. Van kwaliteit te bieden in de activiteiten die we organiseren. Een ander punt is onze communicatie. Is die goed? Is de communicatie van de clubs naar het districtsbestuur en van het bestuur naar de clubs, is die perfect of kan dat beter? Die kan beter. Dus ik zal daar in uw plaats op antwoorden. Dus daarom hebben wij een hele structuur, dus met zonenvoorzitters en gewestvoorzitters. We hebben daar hard aan gewerkt, dus om die mensen een zekere inhoudelijke rol te geven. Dus dat kan beter. Maar ook van de club naar ons toe kunnen dingen veel beter gebeuren. Die communicatie, dus als u ideeën hebt, als u van een aantal dingen niet tevreden bent, of tevreden bent, dan zou ik graag hebben dat we dat weten. Maken wij optimaal gebruik van alle beschikbare communicatiemiddelen? We hebben de flash, we hebben onze website, we hebben de sociale media. Dus meer en meer clubs, ook vooral de Leo clubs, die zijn zeer actief dus op Facebook. Je hebt zelfs clubs die alleen nog communiceren via Facebook. Hoe zit het met de contacten die we hebben met de lokale pers en met de regionale pers? En tenslotte, hoe zit het met onze public relations?
wat doen we eraan om ons imago, als dat nodig is, te verbeteren? Want wat ook een probleem is, in het algemeen, perceptie. Mensen denken, hebben soms een heel ander idee van wat Lions zijn, dan wat zij in werkelijkheid, wat zij denken dus dat we zijn. Dus daar is, men weet niet altijd wat we allemaal doen. Men denkt te veel dat we, dat we andere dingen doen, dat we tafelen zeker of een goed glas wijn drinken. Maar het gaat veel verder. We surf, wij al 100 jaar lang zitten we bezig met fantastische projecten te realiseren. En als ik naar u in de voorvergadering, naar uw projecten geluisterd heb, dan mag u zeer trots zijn op wat u als Klein Brabant al in al die jaren gerealiseerd hebt en nog realiseert. Maar denk aan die perceptie. Mensen weten het niet altijd. Dus ik zei, niets duurt voort behalve verandering. Het hangt van ons af, van een aantal dingen. Van ofwel verder te doen, ofwel ons rekenschap te geven dat niet alleen situaties veranderen, maar ook mensen veranderen. Als jonge mensen Lion worden, dan verwachten die iets anders dan wat wij verwacht hebben als wij Lion geworden zijn. Ik spreek dan over de ouderen. Dus dat wou ik u vertellen over wat wij kunnen, waar wij kunnen aandacht aan hebben. En vooral het bewustzijn. Als ik uw voorzitter wil zeggen, we gaan op de volgende werkvergadering dus bespreken wat er uit de enquête gekomen is die in de club gehouden is. Ik denk dat u dan zeer goed bezig bent. Ten slotte wil ik u nog een woordje zeggen over het werk van de gouverneur. Het werk van de gouverneur, dat is een traditie, dus ieder gouverneur kiest dus zijn werk, waarvan hij denkt dat hij een baanbrekende rol kan vervullen dus in de gemeenschap. Ik heb voor mijn werk gekozen ICC. ICC staat voor International Camp on Computers and Communication. Wat is dat nu? Een groep blinde Vlaamse studenten heeft zich een aantal jaren geleden verenigd en aangesloten bij ICC, een Europese organisatie die 20 jaar geleden op initiatief van de universiteiten van Karlsruhe en Linz werd opgericht. Wat wil ICC? ICC streeft naar optimale kwaliteit van bestaan, streeft naar inclusieve samenleving en naar zelfstandigheid van blinde en slechtziende jongeren en wil gelijke kansen voor onderwijs en voor werkgelegenheid. We hebben bijvoorbeeld nu, sinds 3 dagen, dus hij is dinsdag vertrokken, een van de jonge blinden, dus een communicatiestudent aan de KU Leuven, is dus vertrokken naar de universiteit in Birmingham, waar hij dus een Erasmus-student geworden is, eerste blinde Erasmus-student van Vlaanderen, de allereerste. Dus u kan hem volgen op Facebook, Anthony Reijers. Zijn eerste dagen waren zeer hard. Je moet zich dat voorstellen. U komt in een omgeving, u kent niemand, u kent niets. U komt daar als blinde. Maar dus dankzij wat hij geleerd heeft de voorbije jaren, dus bij ICC, kan hij dat aan. Dus hoe werkt ICC nu? ICC organiseert workshops en weekends waar die sociale vaardigheden aangeleerd worden en bereidt blinde en slechtziende jongeren voor op deelname aan dus dat kamp, waar internationale uitwisseling van kennis gebeurt en nieuwe technologieën worden aangeleerd. In 2017, dat is dus over 2 jaar, het jaar dus van de onderste verjaardag van de Stichting van Lions, dus het centennialjaar, wordt het kamp in ons district georganiseerd. We zijn op dit ogenblik in gesprek met de Universiteit in Leuven om dus locaties te vinden, want er komen dus 100 deelnemers. Maar er zijn ook 100 begeleiders, hè? Dat begrijp je zo. Dus als blinde mensen moeten dus goed begeleid worden. En het is dus de bedoeling dat we deze voor hun heel belangrijke activiteit met de hulp van de opbrengsten van het werk van de gouverneur mogelijk maken. Ik durf dus rekenen op uw steun van uw club om dus in ons district dit project dus mogelijk te maken. Dat wou ik u zeggen over het werk van de gouverneur. En zoals de goede traditie het wil, worden er ook altijd fanions uitgenodigd dus, tijdens het bezoek van de gouverneur. Ik wou u een eerste fanion schenken aan de club via uw voorzitter, Patrick. Dank u wel. Alsjeblieft. Vriendelijk bedankt, dat ziet er mooi uit en met veel uitleg. Hij moet een keer op beeld zijn.
Michiel, gaat het? Ja. Voilà. Oké. Dank u wel. En wij hebben ook... En wij hebben ook een fanion voor onze gouverneur. Dank u wel, Patrick. Alsjeblieft. Dank van een club die al meer dan 50 jaar oud is. 55 jaar bestaat u. Welkom. Ik dank u wel. Dank u wel. Dan wordt mijn tweede fanion geven. Ah. Oh, nee. Aan, dus, dat is ook de gewoonte. Degene, dus de leden van de club die in het districtsbestuur zitten, hebben ook recht op een fanion. Dus ik roep bij mij een vriend Guy, hè, die dus als zonenvoorzitter. Dank u wel. Ik heb hier een eigen fanion. En dan wil ik ook iemand belonen voor zijn werk al jaren in het district, Thierry, die nog steeds actief is. Ja. Alsjeblieft. Dank u, Pierre. Alsjeblieft. Dank u wel. En ik wil ook, omdat de gelegenheid zich daartoe leent, aan alle Leo's, maar dat kan ik niet, of aspirant Leo's. Hè? Maar ik doe dat via Tom, dus de Leo Advisor. Hè? Geef ik ook een familie. Dank u wel. En dan wil ik eindigen met het nogmaals het accent te leggen op het jaarthema van onze internationale president, Dr. Yitsuhiro Yamada. Dus dat staat dus bij die kraanvogel, Dignity, Harmony, Humanity. Dat is dus zijn thema. En hij drukt dat als volgt uit. Hij heeft dat zelf geschreven en hij zegt, wij dus Lions, hè, bring hope and dignity through service. Strengthen your club to better serve your community. Create harmony through effective leadership. Build bridges for humanity. En ik denk, met die mooie boodschap wil ik u dus niet alleen danken, maar u ook feliciteren voor alles wat u al gedaan hebt de voorbije 55 jaar. Hè, dat is een hele tijd. En u aanmoedigen om dus op dezelfde manier verder te werken en het in de toekomst misschien toch iets anders, misschien beter te doen en nog een sterkere club te worden dan de club die u geworden bent. Ik dank u wel. We hebben nog twee kleine surprises voor u en één daarvan gaat overhandigd worden door onze secretaris Daniel. Gouverneur, ik heb het genoegen van te mogen aankondigen dat wij als club een bijdrage leveren van €250 voor uw werk. Dat staat op een kartonnen check waarmee je niet terecht kunt bij Belfius. En ik wil daarmee niet zeggen dat Belfius de enige goede bank is. Er zijn nog andere banken die goed presteren in deze maatschappij. Maar onze penningmeester zal dus in feite die €250 overmaken ten uw gunste. Je bent allemaal fantastisch bedankt. Dank u wel. En dan nog een verrassing van Luc. Maar ik weet niet of het hier voor u is. Beste gouverneur, de dames hebben ongelijk, ze zijn thuis. Maar ze laten ons gaan, gouverneur. Dus voor uw dame, die er 4 dagen op de week... Ja. 4 dagen op de week u moet missen thuis. Ja. Dus een bloemetje van onze club. Alsjeblieft. Geen zin. En ik wou u nog dit zeggen. Dat zal, mijn vrouw gaat daar zeer, zeer tevreden mee zijn. Want Nicola weet dat. Mijn vrouw is een grote bloemschikster. Ja. Dus ja, zij houdt dus geweldig veel van bloemen. Zij doet ikebana. En zij heeft mij leren een kraanvogel plooien. Dus zo is het gegaan. Ik dank u wel.